Ik ben Ralf Wesseling, ik werk voor het Nationaal Water Traineeship. En wij zijn eigenlijk een tussenpersoon in de watersector tussen organisaties en studenten en starters die hun carrière in de watersector willen gaan starten. En wij bieden daarbij een persoonlijk leerprogramma aan. Persoonlijk leiderschap, daar gaat het op in. Dus het gaat in op leer jezelf kennen, weet waar je sterktes liggen, waar je valkuilen zijn. En geef sturing aan je eigen ontwikkeling daarin in die 2 jaar. Daar helpen wij de starters bij. Ja. En in die 2 jaar krijgen ze daardoor een goede start van een carrière in de watersector. Nou, wij zien dus, omdat we met heel veel jonge mensen werken uit verschillende hoeken in de watersector. En ook bij onze opdrachtgevers die uit verschillende hoeken komen, dat ICT een steeds groter vraagstuk wordt. En dat organisaties daar ook op nieuwe manieren mee om willen gaan. Jonge mensen brengen vaak die vernieuwing met zich mee. Maar wij zien ook dat mensen met een ICT-achtergrond de watersector op zich niet goed weten te vinden. Nou ja, de watersector laat dat enerzijds niet echt zien dat zij zo op vernieuwende en innovatieve manieren met ICT bezig zijn. Dat is één, denk ik. Ten tweede is, de watersector is een vrij vergrijste sector. Dus jongeren die weten elkaar daar ook niet in aan te spreken, denk ik. Plus, je moet het werk ook aantrekkelijk maken voor hen. En jongeren met een ICT-achtergrond, die kijken misschien naar wat andere dingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoudelijke ontwikkeling. Het kan ook gaan om persoonlijke ontwikkeling. Maar hulp daarbij, bij hoe je het aantrekkelijk maakt voor jongeren om in die watersector aan de slag te gaan. Ja. Dat is wat wij, waar wij onze toegevoegde waarde zien. Ja. En daarvoor zijn we dus ook aan het kijken van wat is nu de vraag van de organisaties die hier zijn op deze beurs. Wat zijn hun uitdagingen om jonge ICT'ers aan te nemen? Maar ook wat zien zij voor kansen aan wat ze die jonge ICT'ers dan kunnen bieden? Ja. Wij zijn dan... wij kunnen helpen met het vinden van de juiste personen, dus de juiste studenten die ook bij deze bedrijven aan de slag kunnen. Het gaat dus inderdaad om starters, maar wel dus met de juiste achtergrond. Okay. Dat kan van alles zijn, misschien is het informatiemanagement, misschien is het meer programmeren, maar het gaat juist erom dat ze die kennis, die startkennis die hebben ze, maar dat ze dus ook op een positie komen die uitdagend genoeg is. Dus dat een organisatie een leuk vraagstuk voor ze heeft waar ze echt mee aan de slag kunnen, maar waar ze wel ook de persoonlijke begeleiding in krijgen, dus op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. En wij zien dus dat het enerzijds het leren in combinatie met die persoonlijke ontwikkeling ervoor zorgt dat ze snel stappen kunnen gaan maken en dus ook aan de vraag van de organisaties tegemoet kunnen komen. Er zijn hele grote vragen, vaak hebben we die voor onszelf ook nog niet inzichtelijk wat het nou precies is, maar op het moment dat we dat uit kunnen leggen aan de jongeren, wat de grote uitdagingen zijn, waar ze mee aan de slag kunnen gaan en waarom het zo leuk is voor hen om ook in die watersector aan de slag te gaan, dat je een heel ander verhaal hebt en de goede mensen dus wel echt binnen kan gaan krijgen. Dus dat is een hele belangrijke. En dat er goed gekeken wordt van wat voor behoeften hebben die jongeren nou? Ook vanuit hun eerste baan, vinden ze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk? Willen ze leren samenwerken? Is persoonlijke ontwikkeling juist heel erg belangrijk? Daar moeten we een balans in vinden en kijken wat werkt op het gebied van jongeren en ICT. Nationaal Water Traineeship, daar staan al onze contactgegevens. En dat kan ook via een mail naar mij toe, naar mijn e-mailadres rwesseling@nationaalwatertraineeship.nl. Oké, dankjewel. Okay, graag gedaan.